Een goedenavond, welkom bij Topnames. En Stekel, we moeten even meteen de groeten doen aan Johan Schaaf, hier niet? Ja, die zit in Jakarta. Die zit in Jakarta mee te kijken. Dat is onze hoofdredacteur, die zet dan de wekker midden in de nacht. Want dan gaat hij meekijken of het wel goed doet. Dat is goed. Ik hoop dat hij trots is dat we zo keurig om 9 uur begonnen zijn. Ja. Welkom Hanna Verboom, je bent van Synetry. Wat doe je daarmee? Wat doet Synetry? Wat doet Synetry? Synetry is een nieuw video-on-demand platform. Wat zich eigenlijk vooral richt op bijzondere filmkeuzes. Wij geloven in de kracht van een goede film. En we hebben zelf ook ervaren dat je vandaag de dag door de boom het bos niet meer ziet. Niet meer weten waar je de goede films kan vinden. En op Synetry kiezen bekende en onbekende filmliefhebbers die films voor je. En nu heb ik Netflix. Waarom moet ik Netflix de deur uit doen en me bij jullie aansluiten? Bij jou een abonnement nemen? Nou, ik zou zeker niet zeggen dat je Netflix de deur uit moet doen. Je moet Synetry meer zien als een aanvulling. Dus waar Netflix eigenlijk een beetje het ware huis is met een eindeloze keuze aan films zonder echt een selectie, is Synetry iets meer het boutiqueje met een kleine keuze aan films die speciaal voor jou geselecteerd zijn. En ook wat meer in de context gezet worden door degene die ze uitkiest. En wie zijn degene die kiezen? We hebben op dit moment, we werken eigenlijk met een wisselende groep filmliefhebbers, of curators noemen we ze ook wel. Dat is een term die een beetje uit het museumhoek komt. En op dit moment zijn dat Joris Luijendijk, Jelle Bontekorsius, Saline Rijn, Jeroen van Koningsbrugge, Femke Halsema, Jim Tahutu, Nalde, Jimmy Nelson, fotograaf. En vanaf volgende week hebben we ook onze eerste ledencurator. Oké, wat is dat, een ledencurator? Nou, Synetry is echt een community, dus wat ik al zei, echt filmliefhebbers. En wij hebben ook onze leden gevraagd, dus we hebben nu al een mooie groep leden, wat hun lievelingsfilm is. En we hebben één lid nu benoemd tot het eerste. Oké. Ja. Dat vind ik wel interessant, want ik moest eigenlijk heel erg denken aan 22 Tracks. Ja, die zijn hier natuurlijk vaak bij ons een paar keer al in de uitzending geweest. Die doen een beetje hetzelfde met muziek. Ja. Dus een deskundige op dat gebied of iemand die er verstand van heeft, die kiest 22 tracks. En dat vinden mensen dan leuk om naar te luisteren, omdat het een beetje orde schept in de enorme hoeveelheid muziek die je kunt luisteren. Maar zij kiezen er echt voor om mensen die binnen dat genre status dan wel gezag hebben, dat te laten filteren. Ja. Jullie hebben eigenlijk een beetje meer algemene curatoren. Hoe gaat dat bij jullie dan werken? Nou ja, het komt eigenlijk uit voort. We hebben van tevoren ook een beetje onderzoek gedaan van wat is nou een goede film? En eigenlijk ook met alle vragen die we gesteld hebben, komen we erachter dat het antwoord bijna altijd was een goede film is een film die me raakt. Dus het gaat eigenlijk voorbij een genre, het gaat voorbij een vorm, het gaat voorbij de cinematografie. Het raakt je. Dus we hebben ook eigenlijk om die reden vooral mensen die we interessant vonden, die een interessante filmliefhebbers zijn, hebben gevraagd naar wat zijn nou de films die jou geraakt hebben, waarvan jij zegt, die moet iedereen zien. Hm. En die films die hebben we gebundeld op Synetry. Hey, maar als ik datzelfde naar muziek zou vertalen, iedereen heeft muziek die hem of haar raakt. Maar daarmee is het nog geen goede muziek voor mij. Nee, precies. Nee, klopt. Dus moet ik eerst de smaak van die ander leren kennen? Ja, ik denk, wat je wel ziet met Synetry, of tenminste wat wij nu merken, want we zijn nu 3 weken live en we hebben inmiddels al zo'n 13, 14 films geprogrammeerd. Is dat wel, het zijn wel echt allemaal goede films. Ze scoren wel allemaal vanaf de, wat is het, 7,8, 7,9 op IMDb. Dus er is wel een beetje een kader te stellen. Maar het zal absoluut zo zijn dat jij bijvoorbeeld de films van Joris Luijendijk misschien veel interessanter vindt dan de films van Alina Rijn of juist de films van Nalde weer heel interessant. Ja, ik zei het net voor de uitzending tegen Erwin, waarschijnlijk ook op een ander moment van de dag. Want misschien dat ik, als ik doodmoe om 10:15 s'avonds thuis kom, nou niet echt behoefte heb om een film te gaan kijken die Joris Luijendijk heeft uitgekozen. Nee, precies. Maar zo gaat het misschien ook werken. Ja, maar wel weer misschien een film van Jimmy of klopt. Maar waar je wel aan verzekerd bent, zeg maar, is dat elke film die je kijkt is wel echt een bijzondere filmkeus van iemand. Ja, we kennen jou eigenlijk vooral als actrice, de meeste mensen, denk ik. Jij bent dit begonnen, het is jouw initiatief. Wat drijft jou om je in de overvolle markt van video on demand te begeven?
Nou, wat mij drijft is eigenlijk echt die liefde voor een goede film. Dus ook de persoonlijke behoefte aan een plek waar curatie wordt gedaan. Waar, ja, ik kom ook thuis na een lange dag werken. En ik heb ook geen zin om eindeloos door alle filmkeuzes heen te bladeren. Ik ben zelf ook een fervent gebruiker van Cinetree. Ik heb nu al volgens mij 80% van de films gezien. Dus het werkt, in elk geval voor mij. En ja, wat mij drijft is echt die goede films. En vervolgens ook als maker wil ik heel graag middels Cinetree ook een plek creëren waar we niet alleen deze bijzondere verhalen vertellen en doorvertellen, maar waar we ze ook gaan maken. Want met de winst van Cinetree gaan we ook weer nieuwe films en documentaires creëren. En rechten lijkt me een groot probleem. Ja, nou ja, groot probleem. Recht is een ingewikkeld iets. Dus wij betalen natuurlijk gewoon heel netjes voor onze rechten. En dat maakt wel, dat zijn je hoogste kosten eigenlijk, ook als filmplatform, los van de techniek. Wat heel raar is dat je natuurlijk tegenwoordig gewoon op Popcorn Time kan je ongeveer elke film kijken. Super. Ja. Ik heb nog nooit een film gedownload, dus ik weet het niet. Ja. Maar het is wel natuurlijk een hele rare tijd, wat je ook een beetje zag met de muziekindustrie. Met name voor DRM-codes die de US majors gebruiken, dus de grote studio's als Fox en Warner. Die willen die DRM-codes beveiligen, waardoor je als VOD-platform echt, nou ja, heel veel geld moet gaan betalen. Gefrustreerd raakt. En meestal als gebruiker ook. Als betalende gebruiker zou ik er eigenlijk bij willen zeggen. Want de rest van de mensen heeft namelijk geen last. Want er zijn altijd wel gewoon kopieën te vinden. Dat is een probleem. Dat lijkt me ook een probleem. Dat jij hebt niet voor, gemiddelde curatoren gekozen. Ik denk mensen met best ook een geprononceerde smaak. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk ook niet alle films tonen. Ik kan me voorstellen dat Joris Luijendijk films briljant vindt waar helemaal niet aan te komen is. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, wij werken. Je hebt zeg maar Netflix en Videoland. Weet je, die kopen echt in de grote hoeveelheid eigenlijk films in. De manier waarop wij onze films inkopen is echt per film. Dus het is wel echt geselecteerd. Dus per film wordt ook achter de rechten aangegaan. De ene keer is het makkelijk te verkrijgen. Andere keer zijn we echt maanden aan het bellen voor een obscure Russische film van Jelle Brodkorsius. Dus maar dat maakt het ook wel weer leuk. Dat maakt het heel erg leuk. En daardoor kan je inderdaad echt wel een vrij, toch wel een bijzondere collectie aanbieden waarin bekende films en titels zijn. Maar ook bepaalde titels kunnen aanbieden die nog niet eens online aangeboden zijn. Ja, hey, ik wil toch nog even doorvragen op net. Ik zei, wat drijft jou? Je had 1000 dingen kunnen gaan doen. Je had ook iets met boeken kunnen gaan doen of met muziek. Waarom? Want het is een hele ingewikkelde markt. We hebben zoveel aanbieders. We hebben van Videoland tot Pathé heeft zijn eigen thuisplatform. We hebben buitenlandse concurrentie. We hebben iTunes, Netflix, noem maar op. Ja. Je begint nogal aan een avontuur. Ja. Dat is alleen al een hele goede reden. Ik miste wel echt dit. Dus ik miste wel een plek waar je, die curatie eigenlijk, dat zie je nog niet. Dus je ziet wel, wat je nu ziet is dat je aan de ene kant heb je de SVOD modellen, zeg maar. Dus dat zijn de abonnementsmodellen voor inderdaad 8 euro, 9 euro, 10 euro. Of je hebt de pay-per-view, zeg maar, de TVOD modellen, wat inderdaad Pathé thuis doet. Wat Apple doet en... maar in alle gevallen gaat het om eigenlijk een grote bak films waar je vervolgens zelf in moet kijken. En ik als filmliefhebber en ook wel als gebruiker miste gewoon een plek waar mij een selectie werd aangeboden wat ik interessant vind. Heb je een groepje investeerders erbij gehaald? Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Ja, we hebben het eigenlijk vooral met een groep makers gemaakt. Dus we hebben zeker een investering gehad. Maar dat is een relatief kleine investering als je ziet met wat we hebben gebouwd. En dat komt vooral door de groep mensen met wie we het hebben gemaakt. Dus de bouwers, de programmeurs, de designers. Die hebben het ook heel erg vanuit hun liefde voor hetzelfde soort. Ja, ook voor film dit gemaakt. Hey, als je bij, je zou kunnen zeggen, Spotify heeft een vergelijkbaar probleem wat je schetst. Hè, het veelheidsprobleem. Maar er zijn bijvoorbeeld weer partijen die zeggen van, ik word eigenlijk de gids binnen Spotify. Heb je ook wel eens overwogen om niet gewoon zeg maar de gids bovenop Netflix of de gids bovenop
wat is het? De pop, hoe heet het ook weer? Pop Time is het, meen ik, hè? Popcorn Time. Popcorn Time, ja. Heb je daar niet... Ja, ik vind het dat wordt lastig, hè? Want we zijn echt de makers. Nou ja, maar ik vind zelf... Kijk, ik wil heel graag betalen. Maar als de industrie niet zorgt voor een dienst die makkelijk werkt en veel heeft, en et cetera. Het is niet dat ik niet wil betalen, maar er wordt, vind ik, geen alternatief aan mij geboden. Yeah. Want ik betaal ook graag aan Spotify. En hetzelfde zou ik bij Popcorn Time heel graag doen. Yeah. Nou, ik snap dat jij dat... Nee, ik begrijp het helemaal met je eens. Ik begrijp dat heel erg. En het is ook, denk ik, frustrerend. En sterker nog, ik denk dat voor de distributeurs en de makers en een beetje geld ook van, nou, ga zoeken naar nieuwe vormen om die films op een goede manier aan te bieden en het makkelijk te maken. Het model wat jij net aanhaalt, daar zo zijn we wel begonnen. Dus we hebben ook met verschillende VOD-platforms gesproken in het begin om dat te doen. Dan zit je wel in een minder goede positie om als businessmodel eigenlijk simpelweg. Ja, eigenlijk verwijs je mensen dan alleen maar naar een film die op een van de platforms dus zijn. Dan kan je een kickback fee ontvangen. Ja. Maar wat wij nu willen doen is middels ons eigen platform de brand bouwen en ook uitbouwen. En vervolgens wel degelijk ook curatie aanbieden op andere platforms. Dus Cinetry ook wat meer als een genre of een merklabel ook opzetten. Ja, want hoe ziet jouw businessmodel eruit? Jullie vragen 5,95 per maand? 4,95? 4,99 per maand voor een jaar en 5,99. En hoeveel films kun je daarvoor kijken? Dan Any Given Moment 10 films. En elke 3 dagen wordt het... Wordt het ververst? Ja, wordt het ververst. Okay, en hoeveel films... abonnees heb je dan nodig om je businessmodel rond te krijgen? Rond de 10.000. Rond de 10.000. Ja. En hoeveel heb je er nodig om een nieuwe film te financieren? Vanaf 10.000 gaan we winst maken. Als we zo'n 20.000 leden hebben, kunnen we al een mooie low-budget speelfilm maken. Ja. En je zegt, hè, want businessmodellen neem ik aan, hè, ook zelf op zijn minst de tijd, je energie, je geld, et cetera, terugvinden. Of is jouw primaire doel echt eigenlijk andere films mogelijk maken? Absoluut, ja. Nee, mijn doel is echt is inderdaad echt een plek creëren waar we, of een fonds creëren waar we met jonge makers films kunnen gaan maken. En ik vind het ook heel interessant om ook het maken van online films daar ook mee te gaan experimenteren. Dat is natuurlijk nu iets wat Dus ook als je geen distributie via tv of andere manieren hebt, het toch misschien te doen als je wat met idee ziet. Ja, precies. Dus en dat weer via jij met je eigen platform weer. Ja, je hebt je eigen crowd ook bij je, die betrek je in het maken van de film. Dat zijn je early adapters. Dus daar. Dat is wel een interessante manier om... wat je nu ziet is, je maakt een film, je brengt hem uit, je stopt er... in Amerika heel veel marketinggeld, in Nederland helaas nog te weinig. Maar dan is die film uitgebracht en dan is het eigenlijk klaar. En wat ik met Cinetry hoop te bewerkstelligen is dat we echt een merk eigenlijk laden. Zodat elke nieuwe film die uitkomt, puur omdat die onder Cinetry hangt, al een publiek kan vinden. Ja. En daardoor kan je op een andere manier eigenlijk ook films gaan maken en makkelijker ook films gefinancierd. En als ik er naar kijk, hebben jullie volgens mij internationale ambities? Want filmpjes, promofilmpjes zijn in het Engels, de naam is goed naar het Engels te krijgen. Klopt dat? Nou, het is een concept wat zich heel goed zou kunnen lenen om naar het buitenland te gaan. Het is ook voornamelijk ook heel interessant om op die manier co-producties op te zetten. First things first, we zijn een start-up, we zijn er 3 weken opgezet. We werken met een klein budget, dus we zijn eerst wel heel erg gericht op Nederland om het goed op te zetten hier. Maar het leent zich daar zeker voor, 3 weken, zei je, jullie zijn nog in beta. Ja. Wat gaat er nog veranderen ten opzichte van de omgeving die ik nu zie? Ja. Ik ben vanmiddag lid geworden, dus... Welkom. Ja, ik moet toch even kijken. Leuk, heb je al een film gekeken? Nee, nog niet. Oké. Okay. Ja. We zijn nu... het leuke is, we hebben best wel een actieve groep leden al, die veel feedback geven. Dus daar hebben we een vrij intensief dialoog mee. Zo hebben we het ook opgezet. Weet je wel, echt je kop boven het maaiveld. En vervolgens met je community eigenlijk doorontwikkelen. Dus we gaan op verschillende vlakken zijn we dingen aan het aanpassen. De site wordt... eigenlijk de user flow wordt... wordt beter. We zijn aan het kijken hoe er nog meer interactie met de community kan zijn. Je kan je follow your curator, je kan je curator volgen. We zijn met de curator zelf zijn we bezig. Dus we zitten nu nog een beetje in inderdaad een bepaalde soort hoek. Maar vanaf volgend jaar willen we ook
andere curators, Daan Rozengaarde, maar ook een keer een bekende voetballer of weet je wel, of juist de bioscoop-eigenaar op Vlieland die al jaren zijn eigen bioscoop... Zijn eigen ITVA programmeert. Ja, precies. Ja. Echt gewoon voor en door filmliefhebbers. En we zijn in ons kantoor in Amsterdam zijn we een kamer tot een soort bioscoopje aan het verbouwen waar we ook gewoon mensen willen uitnodigen om met ons films te kijken. Dus het is heel erg community-oriented. Heb jij onder invloed van zowel de digitalisering als van de nieuwe distributiemogelijkheden, zijn er andere vormen, andere genres aan het ontstaan? Zeg maar, we kennen eigenlijk tot nu toe, je hebt de lange versie voor de bioscoop, hè, die moet ook een bepaalde lengte hebben, zie bij documentairemakers altijd bijvoorbeeld. Hè. Ik zie altijd veel te lange documentaires op het ITVA, want dan kunnen ze in de bioscoop, is mijn overtuiging. Maar dankzij zeg maar, de Netflix van deze wereld hebben we weer gekeken dat mensen in series in een korte tijd. Veranderen films onder invloed van de technologie en de mogelijkheden? Ja, zeker. Nou ja, goed, ik denk dat jullie volgende gast daar sowieso ook over gaat vertellen. Maar ik denk, absoluut. Er zijn dat verandert heel erg. Je hebt de Nederlandse film-app die een tijdje geleden is uitgekomen, waarin je in de bioscoop interactief eigenlijk via je telefoon werd meegenomen. Sowieso het maken, het produceren van films online, series, weet je, dat is iets wat natuurlijk heel erg interessant is, met name voor jonge makers. Want je kan met kleine budgetten mooie dingen maken, dat zien we nu ook al. Je ziet ook branded content is veel meer een ding. Weet je, dus grote merken die geld geven aan makers die dan... En het taboe is er ook af volgens mij. Hè? Dat was vijf jaar geleden was nog echt zoiets van, nou je laat je toch niet betalen. Spike Jonze met Absolute Vodka, die een prachtige korte film heeft gemaakt. En Werner Herzog. Wat jullie willen. Dus er verandert heel erg veel. En nog steeds, ik bedoel, een verhaal blijft een verhaal en de kern blijft hetzelfde. Maar de vormen die zijn natuurlijk... Ja, net zoals alles met de kunst, dat is ontzettend interessant. En ik denk hoe meer alle partijen die betrokken zijn bij het maken van films of distribueren van films daar ook open voor staan en daar ook in blijven experimenteren, hoe meer er ook kan gebeuren. Maar, CineCrowd, het Rotterdamse crowdfunding platform voor films, is dat iets voor jullie om mee samen te werken? Zou ik ook kunnen voorstellen dat aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen, oké, de winsten gaan we erin stoppen. Maar je kan ook zeggen, we hebben die community, we hebben die crowd. Hè, we kunnen door zo'n samenwerking kunnen we ze ook nog meer mobiliseren. En kan je misschien wel nu al films financieren. Ja. Je bent pas 3 weken bezig, ik snap het, maar is dat een optie? Ik denk voor Cinetree is focus wel nummer 1. Dus nu zitten we natuurlijk vol op het beter krijgen en ontwikkelen. En van het platform en het groeien van onze community. Maar hoe wij Cinetree zien is wel als een open platform. Dus we staan heel erg open voor samenwerking. En we hebben met NFF dingen gedaan. We hebben met andere bestaande filminstanties zitten we ook aan tafel. En zijn we ook aan het kijken hoe we films kunnen maken en... aan een groter publiek kunnen brengen. Dus dat zou heel goed kunnen, zeker. Ja, hoe gaat dat nu met die Nederlandse Vereniging van Filmproducenten en dat soort belangenclubs? Ik moest daar een paar jaar geleden regelmatig, werd ik daar nog wel eens uitgenodigd voor forumdiscussies of dan moest ik een toespraak houden. En weet je, dan werd er eigenlijk altijd alleen maar gemopperd en gekankerd en het downloaden moest verboden worden. En weet je wel, dat was altijd de trend in dat soort zalen. Ja. Ik zei dan altijd van jongens, houd toch op, dat gaat niet werken, doe iets. Ja. Weet je wel, nou jij doet nu iets. Hoe wordt er gereageerd in die wereld op jouw platform? Nou, ik heb in het begin wel gesprekken gehad met Lende La Vita van NL Film en Pieter Kuipers van Pupkin. En het verhaal wel meerdere mensen wel verteld. En die waren eigenlijk allemaal heel erg enthousiast en nieuwsgierig, denk ik ook. En goed. Ik zei altijd dat zij dat hadden moeten doen, 5 jaar geleden. Ze hadden het voor moeten zijn. Ze hadden moeten zorgen dat er... Ja, maar drie jaar geleden was er Ximon. En dat was eigenlijk te vroeg. Dus... Ik weet het niet. Ik denk dat het wel een soort tijdsding is. En je hebt met de muziekindustrie hebben we dat natuurlijk heel erg gezien. Weet je wel? Dat de grote
muziekmaatschappijen eigenlijk ook veel te laat pas omgingen en een paar ook hebben of gevallen zijn. Dus ja, dat weet ik niet. Maar goed, in de wereld, de filmwereld, de filmproducentenwereld, waarvan jij zegt van nou, ik wil het geld wat we eventueel gaan verdienen, wil ik ook echt gaan gebruiken om films te produceren. Krijg je daar reacties uit? Die zeggen van, hé, wat een interessant model. En, ja, mensen of zijn een wel... een beetje reserve? Nou, nee, ik heb nog niet... We hebben ook... die gesprekken zijn er ook nog niet heel erg geweest. Ik heb wel met Filmfonds gezeten. En die waren heel erg enthousiast en nieuwsgierig. En, dus ik denk wel dat iedereen wel op zoek is naar nieuwe vormen. En ook aan het kijken is. En tegelijkertijd moeten wij onszelf ook nog bewijzen. Weet je wel, we zijn net begonnen. Ja. Ja, als je over een half jaar 20.000 betalende abonnees hebt, dan is het gelijk een ander verhaal natuurlijk. Dan komt hij, ja, waarschijnlijk wel, ja. Precies. Ja. Hey, technisch is ook nog wel een dingetje. Althans, tot een paar maanden geleden wist ik niet dat jij iets wist van internet en dat soort dingen. Hoe ingewikkeld is het? Maar dat zegt op zich niet alles. Nee, dat zegt niks. Nee. Ik heb daar gelukkig een team voor. Ja, maar hoe ingewikkeld is het om eventjes een 4D-platform te bouwen en neer te zetten? Ja, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Wij werken wel met een technische partij. Die doen zeg maar de achterkant. Dus die leveren de techniek white label. En we werken met de betalingpartij. En verder heb ik ontzettend geluk, omdat ik echt met een van de beste bouwers werk in Nederland. Wouter van der Molengraft. En die heeft op een gegeven moment logeerde die zelfs bij mij, omdat we onze deadlines hadden. En we waren gewoon non-stop aan het bouwen met het team. En dat was ook wel echt een beetje zo de romantische start-up mentaliteit. Waar je gewoon met biertjes en de pizzadozen letterlijk tot diep in de nacht aan bezig bent. Maar nee, ik heb absoluut geluk met een heel goed technisch team. En Synergy is wel ook een net iets ander model als in dat we die 10 films hebben. Dus we hebben niet de 3000 titels staan. Maar ja, goed, samenwerken met een hele goede technische partij. Met weet je, de juiste mensen die genoeg weten over encodering. Meer dan ik in elk geval. Ja. Dat is essentieel, ja, absoluut. En dan nog steeds kom je een beetje je dingen tegen. We zitten in een beta-versie, dus we hebben nogal problemen met Android. Nou ja, Android Het werkt niet op Android. Je ondersteunt nog geen Chromecast. Hoe moet ik het dan op mijn tv kijken, die films waar ik nu voor Het werkt wel op. Het werkt op sommige Android, het werkt niet op alle Android. Dus we hebben gekozen om het inderdaad zo te communiceren om teleurstellingen te voorkomen. Het probleem met Android is, nou ja, dat weten jullie natuurlijk ook goed, is dat de updates heel anders werken dan bij iOS. Dus nou ja, dat probleem geldt eigenlijk voor meerdere VOD-platforms. Het is op te lossen met een app. Ja. En die zijn we nu aan het bouwen. Die is eind december klaar. Okay. Ja. Jan-Willem Stekelenburg, geen familie? Jawel, dat is mijn oudere broer. Als je oudere broer. Oh, die... Nou, leuk dat hij ook kijkt. Ja, tuurlijk kijkt hij. Die vraagt of Synergy de blender voor films is. Nou, dat vind ik een mooi compliment. Is het de blender voor films? Ja, het is al misschien anders omdat wij echt zelf curatie doen. En Blendel is natuurlijk ook een mix. Maar, zij rekenen per stuk af en jij niet, toch? Zij rekenen per stuk af, ja. Wij rekenen echt als abonnementsmodel. Maar goed, Blendel zit supergoed in elkaar. Dus als je daarmee vergelijkt. Ja. Hey, wat ik wel interessant vind, je zei net... noem je bijvoorbeeld eens een voetballer te vragen om te gaan cureren. Want dat is wel wat ik nu vind. Als je kijkt, het is heel elitair. Ja. Is dat bewust, is dat jouw doelgroep, de grachtgordel? En mensen die houden van, nou, laat ik zeggen, wat serieuzere inhoudelijke film die Femke Halsema of Jelle Brand Korstius of dat soort mensen leuk vinden? Of wil je de breedte in? Nee, ik wil heel graag de breedte in. Dus we zijn wel, ja, je kan inderdaad beginnen met een heel erg een niche en dan wachten totdat iedereen naar je toe komt. En ik zou wel willen dat we met Synergy juist ook iets meer richting de massa of de breedte toe bewegen. En ja, ik zou het fantastisch vinden als iemand over, weet je, een jaar die misschien normaal nooit, misschien een wat bredere titel of een Antouchable of een Amour of een Into the Wild zou kijken, dat die juist zo'n film gaat kijken en de Tom Cruise nummer 335 links laat liggen. Nee, ja, je wilt het publiek ook wel opvoeden? Nou, nee, niet opvoeden. Nou, maar ik hoor dat toch wel een beetje. Ja, een beetje wel. Hè?
niks. Ja. Tom Cruise is hartstikke leuk. Nee, maar ik denk wel... Ik zou het wel... ik geloof echt heel erg in de kracht van een goede film. Dus het is echt mijn persoonlijke motivatie. Ik doe dit niet om er rijk van te worden. Ik doe het echt omdat ik zelf... Ja, weet hoe het is om 1,5 uur in een donkere bioscoop te zitten en meegenomen te worden in een wereld waar je nooit zou komen, met mensen die je nooit zou spreken. En ineens ga je de dingen net wat anders zien. En weet je, geeft het stof tot nadenken of juist word je geïnspireerd of heel boos over iets. En dat is belangrijk, dat we dat blijven beleven. En dat zijn wel de soort films die ik inderdaad heel graag zou willen dat die een steeds groter publiek vinden. Ja, ik vond dat dan wel juist wel weer jammer dat ik 5,95 betaalde vanmiddag en van de films die voor mij geselecteerd zijn, ik toch al een behoorlijk gedeelte al gezien heb. Ja? Ja. Nou, dat ben je een van de weinigen, want wij horen wel dat er veel verrassende keuzes. Welke had je Stand van Zonde aan het stellen? Into the Wild heb ik gezien. Ja, precies. Maar Kumare? Ja, heb ik ook gezien. En Capturing the Friedmans? Nee, die heb ik niet gezien. En Fish Tank? Die had ik ook gezien. En even kijken, welke Stand van de Zonde aan het stellen? Ik kijk veel films. Ja. Nou ja, goed, je hebt dan wel misschien iets meer cinefiel dan een filmliefhebber. Nou, Wouter Veenboer zegt hier, goed initiatief, maar vergeet niet Synetry.tv, .fr, .es, .it, .eu, etc. te registreren voor iemand anders het doet, want ze zijn nog vrij. Ja. Oké, nou, dankjewel. Ja, heb ik ook nog één opmerking, maar dat heeft meer met security te maken. Om die reden heb ik zelfs na oneenigheid mijn abonnement op 360, dat internationale magazine, opgezegd. Ja. Mm-hmm. Als je bij jou aanmeldt, krijg ik een bevestigingsmailtje met daarin gewoon het wachtwoord wat ik heb opgegeven, niet encrypted, teruggemeld. Dat is echt een doodzonde. Ja. Jij mag mijn wachtwoord niet in jouw systeem hebben. Ja, oké. Dat is echt een doodzonde. Dus je hebt het even opgezegd vanmiddag, begrijp ik. Nou, ik zou het doen, waar het niet dat je vanavond zou komen. Nee, maar dat kijk daar morgen even naar, want dat kan echt niet. Ja, dat ga ik meteen doen. Ja. Oké, hartstikke goed. Hoeveel abonnees, hoeveel leden heb je over een jaar? Of wil je? Nou, ik zou 20.000 zou ik echt te gek vinden. Ja. Als we dat halen, Dat lijkt me ook een prachtig aantal als je dat... En dat we dan inderdaad over een jaar ook al onze eerste script hebben geschreven en dat hebben gedeeld met de leden. Dat zou een hele mooie mijlpaal zijn. Zullen we je over een jaar uitnodigen? Graag. Dan rekenen we af. En dan eens kijken of jij nog lid bent. Ik denk dat we dat allemaal hebben aangepast. Oké, ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live, blijf kijken. Want zo direct gaan we over virtual reality praten. We make VR. We danken onze sponsor Streamzilla uit Groningen die het mogelijk maakt dat jullie deze stream nu live kunnen bekijken. Als je on-demand kijkt, dan weet je dat je nog ons hele archief kunt terug... Kijken, 323 waren vorige week toch? Zoiets. Afleveringen kun je terugkijken. Ja. Doe dat alsjeblieft. Maar kijk je live, blijf dan hangen, blijf dan kijken. Dankjewel. Dag.